Oké, jongens. Ik heb die onderdeel die heb ik dan toegevoegd aan mijn interieur, wat ik heb jullie laten zien. Dan gaan we eens even kijken of dat daadwerkelijk in game erop zit. Dus, ja, inderdaad, we gaan kijken of dat erop zit. Nou, dan gaan we een spel waaien. Ik kan misschien even verduren omdat ik natuurlijk ook andere mods heb. Maar ik rij zelf in de pro mod. Ah, ik gebruik dergelijke mods, maar oké. Nou, dat is dan de. Ja, hoe moet ik het zeggen? De bewuste Nima. Nu kunnen we gewoon rijden. Nou, dat is dan het interieur waar ik mee bezig ben. En dan kijken we. En ja hoor, nou, dat is dan dat bewuste stuk knoppenleer wat ik net aan mijn model toegewezen heb. Nou, zoals jullie zien. Ja, zit het erop. Nou, dat is dan dus hetgene wat ik... Wat ik wou weten. En modden is best wel leuk hoor, want je kan een hoop dingen doen. Als je het eenmaal kent, dan kun je je eigen spullen maken en dan ja. Ja, dan kan je er zelf mee spelen ook en zo hè. Dus ja. Dus daarom begrijp ik niet dat sommige mensen de moeite er niet voor nemen om toch gewoon met alles wat je hebt, toch te proberen en de moed niet opgeven. Nou, ik weet genoeg. Misschien maak ik nog een tilt, ga ik even kijken of ik dat in de kleur van de hemel kan maken. Maar dan moet ik texture paint gebruiken en ik weet niet, daar ben ik nog niet echt wegwijs in. Nou, en zo te zien werk alles gewoon nog. Lichtwerk. Ruitenwissers werken. Spiegels werken ook, die ik ook zelf van maak. Even kijken. Wat moest ik eigenlijk niet meer? Terug, nee, spiegels. Oh, we gaan even kijken. Klein. Ja, de spiegel werkt ook. Voorkant links. Nou, spiegels kan ik ook gewoon goed zetten. En dat geldt voor rechts, dito. Nou, die spiegels heb ik ook zelf gemaakt. En ik weet zeker dat jullie dat ook gewoon kunnen. Nou, tot de volgende tut dan maar weer.